kern van de pilot is dat we ondernemers ruimte willen geven in de binnenstad om dingen te doen die ze eigenlijk niet mogen doen. Het gaat moeilijk met de detailhandel, dus wij willen ondernemers in de detailhandel of in de horeca die in de binnenstad zitten, dat ze hun grenzen zelf ook kunnen verleggen. Wij verkopen Italiaanse snijwaren, Italiaanse kazen, allerhande delicatessen en je komt nergens zo goed in contact met mensen als in de winkel. Want het is niet meer zoals vroeger dat je de straten ingaat en dat je gaat winkelen en dat je weer naar huis gaat. Mensen doen het winkelen eigenlijk bijna allemaal van achter de computer en het centrum willen ze alleen nog maar in om gewoon gezellige tijd te hebben. En dat betekent dat ze willen gaan zitten, wat willen drinken. Die regelgeving moet aangepast worden op de consument van vandaag. De kern van de pilot in Os is dat wij ondernemers uitdagen om te vernieuwen. Bij het aanvang van de pilot gingen wij met een koffiebus op het plein staan. Toen kwamen ondernemers ook naar ons toe, waaronder Da Tommaso. Zij hebben een hele mooie delicatessenzaak, Italiaanse specialiteiten in het Genkske. En zij verkopen ook wijn, maar zij zouden ook heel graag een glas wijn willen serveren en ook een terras buiten neer willen zetten. En je kon je daar inschrijven met je aanvraag wat voor plan jij had en waar jij graag ontheffing voor wilde hebben. Nou, dat hebben we gedaan. En toen hebben we ook eigenlijk die vraag van haar opgeschreven, meegenomen naar ons pilotteam, daar besproken. En daar eigenlijk van gezegd van nou, dat moet in het kader van de pilot kunnen. En haar die toestemming toen gegeven. We willen eigenlijk kijken hoeveel minder regels zouden we kunnen overhouden. Eigenlijk van hoe compact kan die APV worden. De gemeente Hollandsch Kroon is een fusiegemeente, in 2012 ontstaan. En toen hebben we eigenlijk de vier APV's van de vorige gemeentes hebben we samengevoegd tot één grote. En toen hadden we direct al zoiets van, nou dat moet gewoon veel simpeler, dat moet veel compacter kunnen. Omdat we eigenlijk vinden dat we mensen zo min mogelijk moeten beperken in hun bewegingsvrijheid. Blaffende honden, kraaiende hanen, dat zit nu nog in, dat stond in de APV, dat is er nu uitgehaald. En dat betekent eigenlijk dat we mensen nu vragen om zelf dingen te gaan bespreken als ze last hebben van elkaar. Als er gedrag is waar ze over en weer zich aan storen, dat ze dat dan samen bespreken en het samen oplossen. We zoeken de mensen ook op. Je gaat het aan de keukentafel regelen in plaats van dat je mensen aan het loket verwacht. Bij ons is ook van wat we buiten doen, doen we binnen in onze eigen organisatie ook. We gaan straks ook beginnen met zelfsturing. Dus de managementlaag gaat ertussen uit. Dat betekent gewoon dat je in teams wordt georganiseerd en dat mensen zelf verantwoordelijk worden voor hun werk. We leggen in Nederland wel echt alles vast. En wij merken nu door je iets meer ruimte te geven, je moet wel dingen vastleggen. Dat mensen een omgeving creëren waar die echt bij ze past. En dat je het niet meer oplegt, maar dat je het ze zelf laat doen. Het gedrag van de consument is veranderd zodanig dat die verlichte regelgeving gewoon nodig is. Voor mij als ondernemer is het ook een noodzaak, want het zorgt ervoor dat het totaalplaatje klopt. Zij kon gewoon vertellen waarop zij wilde inspelen, op welke nieuwe ontwikkelingen die je in de retail ziet. En zij wilde ook gewoon klanten langer in haar zaak houden en ook nog meer de producten laten proeven. En daar hoort in haar geval en in haar overtuiging ook een glas wijn bij. En eigenlijk was het binnen 2 weken volgens mij zelfs nog sneller bekeken. En kregen wij een akkoord om door te gaan. We hebben ook wel extra eisen gesteld. Net zo goed als dat wij ook aan horeca-ondernemers verwachten dat zij een diploma sociale hygiëne kunnen overleggen. Dat zij verantwoord alcohol schenken. Dat soort eisen hebben we ook aan haar initiatief gesteld. Maar dat kon zij ook ons overleggen. Dan sta je gewoon lekker te werken. Dat straal je uit. De mensen die beleven dat zo. En dan is het gewoon mediterraans. We hebben eigenlijk heel veel van die initiatieven die voorgedragen zijn ook kunnen honoreren. Soms ook met een extra voorwaarde die we hebben moeten stellen. Maar heel veel initiatieven konden we eigenlijk gewoon goedkeuren. En de ondernemer kon gewoon heel snel aan de slag met zijn idee. De pilot heeft een hoop ervaring opgeleverd over om te gaan op een andere manier omgaan met bestaande regels.
Heeft er ook vraagtekens opgeroepen van moet dit eigenlijk allemaal wel zo kunnen? Maar het heeft ook opgeleverd dat ondernemers zijn gaan nadenken over hun eigen bedrijf in de toekomst. Niet van achter die bureaus nieuwe regels maken, maar je stad in, je gemeente in, je dorp in. Daar vragen om weerwoord over wat je van plan bent op te schrijven. De essentie is loslaten als gemeente, meer overlaten aan burgers en initiatiefnemers. En initiatiefnemers van plannen verplichten om het met de burgers samen op te lossen. Die hele stapel van goede bedoelingen, daar moeten we mee gaan afrekenen. Dimmen met de regels. Ja, vooral denken in mogelijkheden. En ik zeg niet dat de ambtenaren dat nu niet doen, maar ik denk wel dat dat nog meer van ons gevraagd wordt. En op het moment dat je een regel niet goed kunt uitleggen, dan kan je eigenlijk wel zeggen dat het niet een goede regel is. Denk niet te lang na, maar begin gewoon met zoiets als regels schrappen. Ga niet ellenlange notities schrijven, maar doe het gewoon. Luister naar goed wat de dromen van mensen zijn. Ben niet bang om fouten te maken. Het is een andere tijd. We zullen er anders mee om moeten gaan. Dat moeten we met elkaar gaan leren. En ik kan het niet uitstaan dat dat niet snel genoeg gaat. Ciao. Hey, fijne vakantie. Hey, ciao. Jullie ook, hè. Ciao. Doei. 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 Ciao.